Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft gisteren in aanwezigheid van vicepresident Ashwin Adin de commissie Niertransplantatie Suriname geïnstalleerd. Elias sprak de hoop uit dat de eerste niertransplantatie in ons land spoedig uitgevoerd kan worden. Vicepresident Adin toonde zich content met de bemensing van de commissie, die volgens hem veel werk te verzetten heeft. De commissie bestaat uit voorzitter Priya Gopal Rai, Amar Punwasi, ondervoorzitter en de leden Vikas Shigaru, Fausha Puse en Samantha Gajraj. Deze werkgroep moet zodanige voorbereidingen treffen dat Suriname succesvolle niertransplantaties kan uitvoeren met adequate nazorg.